Goedendag dames en heren. Ja, je hoort op de achtergrond heel veel herrie. Wij zijn vandaag op de McLaren Day, op de Last Summer Barbecue. Dat doen we bij Rob en Job. Dat zijn eigenlijk de founders van Gold Gym en ook Zumba. En door deze mannen ben ik ook in de McLaren terechtgekomen. Samen door Rico, Nicky Romero, Jozef Kabalski. Nou, die mannen die hebben me dus eigenlijk een beetje gestimuleerd om dit soort auto's te stappen. En vanavond hebben we een avond die heel veel geld op moet gaan brengen. Er wordt namelijk heel veel geveild, maar er wordt ook gewoon gekeken naar mooie auto's. Wat bijzonder is, de originele Florida auto staat er, de originele Herbie staat er en er staan nog wat bijzondere dingen. Dus ik laat jullie gewoon even van alles nog wat zien. En ik ga nog een liedje zingen en een optreden veilen. Dus kortom, wordt een leuke avond. Ongelooflijk mooie auto's, Ferrari's, van de nieuwste tot bijna het eerste model. Ongelooflijk en onbetaalbaar. Maar al die McLaren gasten staan dus gewoon recht voor de deur. Gewoon AAA status hier. Oh, de Fast and the Furious, dat is hem. Die staat erbij. Dus dit is de Shelby van Fast and the Furious. De Shelby, de originele Herbie en de originele Florida. Hier, de Tjana zit er nog in. Super dik. Kijk dit joh. Kijk nou joh, dit is de originele Florida auto. Hoe dik is dit dan? Ja, buurman, durf er bijna niet te vragen. Hoe wilt u betalen? Polaroid. Het slipje van Kees hangt er nog in, zie je dat? Dit is de originele Herbie. Dat is wel bijzonder. Kijk, en dit is de originele GT500 van de Fast and the Furious. Dit is de originele, dit is hem. Super dik joh. Zo, het zit er gewoon op. Hoe lach is dit, joh? Ja, we hebben verbinding. Dat is grappig dit. Hey, we zijn vandaag in Houten. Kijk eens even mee. Het is een McLaren Owners Club die een barbecue heeft. Maar daar staan ook bijzondere dingen bij. Nou, je gaat het zo meteen allemaal terugzien in mijn reality docu flocu. Ik ga de camera even draaien, dus ik weet hoe dat moet. Oh, dat is hier, denk ik. Doet dat goed? Yes! Oh, er zit iets op mijn lens. Oh, afzet. Ik weet niet wat. Er zit iets op een lens. Nou, die gaan al weg. Waar zit dat? Wat is dit dan, joh? Oh, sorry, joh, mensen. Wat is dit, joh? Volgens mij heeft hij in de CT-saus gelegen of zo. Sorry. Ja. Ja! Kijk, kunnen we wat zien. Maar we zijn dus in Houten. Bij de McLaren's Owner Club. En je weet niet wat je ziet. Ik neem jullie gewoon eventjes mee zo. Kijk dit dan. Kijk dit dan. Hoe dik is dit? Jozef Kubalski is... hier staat hij van mij. Dit is die van Rigo. Hello. Dit is de nieuwste. Zij weet het. Hij weet het. We zijn live. Ja, we zijn live. We zijn zo meteen. Kijk, de knapste man van de Betuwe. Daar heb je hem hoor, daar heb je hem hoor. Dit is ook super dik trouwens. Dit is die 600 LT. Heel speciaal uitgevoerd. En het grappige is, hier zit een firepakket op. Je ziet het ook een beetje hier aan. Als deze echt gas geeft, heb je gewoon vlammen van de meter van de dag. Bizar is dat. Zo mooi aan. Hoe super dik is dit? En dames en heren, een hele speciale. Staat ook speciaal aan de voorkant gepresenteerd. De 675 LT. Er zijn er maar een paar van. Aan de andere kant staat de 600. Ja, ook 675 LT. Er staan er gewoon twee. Oh. Wat een genot. Ja, nou, zijn we weer terug. Zo meteen dus alles te zien op onze Flocu. Ik denk, ik neem jullie gewoon eventjes mee, een klein rondje. Bedankt voor het kijken. Later nog, wij gaan een klein feestje bouwen met Moët. En heel veel muziek.
Later! Wel iets leuker, hè? Iedereen naar de shout-out, naar Jochem, CJ. Oh, hey, je moet ze naar mij sturen. Nee, nee, doe je ding, doe je ding. Iedereen, jongens, shout-out naar CJ, Luca en Jochem. Wat is het adres dan? Wat moeten de mensen zijn? Zeg even. Ze moeten allemaal abonneren op Frans Duits. Dat en, sowieso. Dat is en ze willen Frans Duits allemaal Living Legend. Frans. Hé, maar grappie, maar waar moeten ze jullie vinden dan? Wat zijn jullie adressen? Of je wil alleen een shout-out doen? Ja. Of geen verwijzing? Oké. Okay. Dankjewel. Fransie Duits! Kom lekker naar binnen, kom maar. Ze spreekt een beetje Frans. Kom maar. Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans. En Duits, hey Frans. Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans. En Duits, hey Frans. Yes, lieve mensen, we zijn eruit. Het is een hele mooie avond geweest. Ik heb een paar hele mooie dingen mogen doen. We hebben wat leuke dingen. Lieve mensen, goedenavond allemaal. Hoi. Hoi, hoi. Ze lopen allemaal door je licht heen. Ja, precies. Nee, blijf staan, blijf staan. Dat is goed. Ik ben aan het afsluiten. Ja, je ziet het, het is een dolle boel vanavond, maar het was superleuk. Wat te gek is, we hebben twee optredens ingezet voor Kika. Deze brengen 16.000 euro op. Dat is natuurlijk te gek om dat aan het goede doel te mogen geven. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Weer een eentje door het licht. Hashtag FlowQ Frans Duits. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doei doeg!